Anis Harib, links, en Nasraddin Abdulatif Ali wenje in het AZC van Sint-Anne. Omdat we ze daarnet filmje maaien, bepraten we op de Omroep-redactie het lijstenhuis uit Libië. Beide ben opgroeid in Tripoli. Even daar. Daar. That's your house? Ja. Yeah. But there's a lot of fighting there in the place where your family lives? A lot of fight, yeah. Libië is misschien wat Libië. Hoewel Tripoli voor het grootste pad in handen is van opstandelingen, is de situatie nog heel iets onoorzichtelijk en dreigend. De wordt ook nog heel iets sketten. Smaait je daarom zorgen over haar familie? I wait some any single for my family, you know. I wait, but no mobile network, not good. When did you speak them for the last time? Last time maybe in Mars. Last Mars. Last it. And stress. Smoking. No it. My family. My wife. Een grutter contrast als mij Sint-Anne, dat ze nou wijnen, is haast net mogelijk. Nasraddin ontvlechtte Libië Ahmad Alin. Gaddafi's plisje woon pakken omdat hij kritiek hier op het regime. En Anis is interieurontwerper en vlechtte treinman Alin om economische motieven. I think the people in Libya, you want to change, you know, 42 years, not life. He take everything, take all money, don't give healthy, don't give school, good school, good nothing. Zo hoop je beide dat Gaddafi gauw voen wordt en berjochten wordt en de vrede weromkeert. Maar zullen ze daarna ook waarom gaan om haar familie te helpen en het land weer op te bouwen? No, no change. No safety. Too much guns in the street. Look, people. You say it's not safe to go back. No safety, yeah. So you stay here too? Yeah.